Dank u, mevrouw de voorzitter. Collega's, ik zou voor eerst mijn bijzondere dank willen richten aan onze rapporteur voor zijn enorm hard werk, maar ook zijn doorzettingsvermogen in dit heel cruciale dossier. Aan het einde van het debat is het natuurlijk heel moeilijk om nog nieuwe elementen in te brengen. Maar ik sluit me heel graag aan bij de collega's die stellen dat deze richtlijn slechts een eerste, maar een heel noodzakelijke stap is in een globaal migratiebeleid. We zitten allemaal met dezelfde problemen en uitdagingen en het is duidelijk dat onze burgers pas legale migratie zullen aanvaarden en ook begrijpen indien de politiek heel duidelijk aangeeft dat illegale migratie in geen geval wordt aanvaard. We zien dat 1/3 van onze lidstaten nog helemaal geen regels heeft op dit gebied en dat dus eigenlijk elke regelgeving die wij hier goedkeuren voor die landen een vooruitgang is ten aanzien van de bescherming van de illegale zelf. En aan de tegenstanders zou ik toch even willen meegeven dat inderdaad in landen die reeds voldoende bescherming bieden, dat er weinig of niets verandert. En dat de Raad ook duidelijk zijn woord gaf dat de richtlijn niet zal gebruikt worden om afbouw te doen voor wat de bescherming betreft in hun landen die verder gaat dan de richtlijn. En tenslotte dat het ook duidelijk is dat de lidstaten verder kunnen gaan dan de richtlijn. Voor wat de implementatie betreft en de opvolging, denk ik dat het heel belangrijk is dat de commissie, maar ook de nationale parlementen hier een heel belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Want het is natuurlijk duidelijk dat er een noodzaak is om die uitwijzingen ook effectief uit te voeren. En tenslotte, mevrouw de voorzitter, hoop ik dat de meerderheid in dit huis verder zal kijken dan de politieke dogma's en spelletjes en ook bereid zijn bij te dragen aan een realistische, een doortastende en een duidelijke en humane oplossing in het belang van de EU, maar nog veel meer in het belang van de illegale zelf. Dank u.